Ik wil de sponsoren die de baan verhuisd hebben van de Kiewietsbraak naar het Heidveld van harte bedanken. De vrijwilligers die hier de trein mee opgebouwd hebben, wil ik ook bedanken. Dan wil ik een eigenaar door wij terecht kunnen. De gemeente Bakel heeft ook heel veel voor ons gedaan om te kunnen verhuizen. Eigenlijk het woord even aan Martin Bakkers geven, de wethouder van Geermond Bakel. Dank u wel. Allereerst wil ik de organisatie feliciteren met deze geweldige locatie. Een schitterende locatie die dankzij de medewerking van de familie van Lanen, heb ik begrepen, tot stand gekomen is. Ook dankzij vele vrijwilligers en sponsors. Wij hebben ook geweldige medewerking gekregen van alle mensen hier uit de buurt. Dat is een schitterend iets. De 34e editie heb ik begrepen. Een geweldige aanvulling voor onze evenementenkalender van Geermond Bakel. Trotse eigenaar van het trein die hier al dit land beschikbaar heeft gesteld en daarmee een hele mooie openingsplek krijgen. Goed toe wij gaan. Maar nu momenteel de openingsplek verreden wordt met deze fantastische John Deere 720 inderdaad. Keep Moving Orange, die dus ook heel vaak in de teken staat voor de Grand National. Hij is dus door die 100 meter heen. Eindpakken door groen. De volgende stap dat wegzetten. Daar hebben we zijn eigen ingraaf voor die 110 meter. Prachtig voorbeeld daarvan. Gaan die dingen hard, hè? Makkelijk, hè? Je hoort ze bijna niet, maar na 130 meter heeft hij er denk ik inmiddels al op staan. Heb jij voor pool nummer 2 te pakken? Inderdaad, we hebben hier nog een 400 meter. Tegen begrenzer gericht vanaf de team zitten. Dat is net met een kogelspel, met een team. En nou doen die beginnen met uitversnelling. Ik denk dat zal er niet nog een keer overkomen. Dus intussen wel een beetje zitten kijken zo, maar ik kan tot nu toe nog niet echt. Oftewel, dat verklaart aardig wat. Inmiddels lijkt dat toch redelijk. Ja, en zet hem wel neer, want daar hoeven we niet meer over te twijfelen. Dat is het idee van de volgende trekken, alles trekken haak. De ballast gaan en dat al te zien dat de besleepbaar verzwaard is. En gaan wij hier op finale rijden. Welkom daar op de trek van de baan. Serieus, schokken er nog in. Haken met zijn kop, buiten het raam. En moet nu zijn bijrijder aan de rechterzijde laten kijken hoe het daar zit met de streep. Maar ik heb zo vaak vermoeden dat de sleepwagen nog andermaal een keer een stukje zwaarder kan. Want... Op de wedstrijdleider gaan kijken om daarmee te kunnen gaan beginnen met de zeven top. Aan jouw zijde, ben jij? Jazeker, Jan Krul onderweg naar de afstand van, wat was het? Gaat het in ieder geval niet redden. Centimeter, Henk-Jan van de Krol, Geert de Heus, hier, uiteindelijk voor Geert, juist, en zou ik zeggen, voor alle dames en heren hier aanwezig. Afzien van de tweetal turbos, sturen richting Frans-Joos gerepareerd, en is het gastgeven met de Rock. Op 10 onstuimige rug. Daarmee.
gegeven die 94. Ja, ja, met dat laatste moment, hè. Die lofbol van die V8. Ga naar deze kant, Johan de Jong. Die met... Uitgezonden. En dan vind ik het extra bijzonder dat deze tak van sport in Gamer Bakel en dan met name in Bakel een plaats heeft gevonden. En ik vind het gewoon heel mooi dat jullie mij hebben uitgenodigd, dat ik hier kennis mee mag maken. En ik kijk eigenlijk heel erg uit naar die paar meter op die groen-gele tractor. Ik ben er nou een hele grote stukje.
dus zo vroeg. Volgens mij heel hard, er ligt in de beat in. Wij gaan nog één keer vers uitreiken. Albert Kin is al hier.